eigenlijk is de diepste reden waarom hij roept, omdat hij niet alleen wil zijn. En de nadruk ligt niet allereerst op de taak. Die kan dan nadien wat veranderen enzovoort. Maar het persoonlijk appel op iemand. Hè. Wil je, dat is heel mooi, dat is hier nu Matthäus, maar het roepingsverhaal van Petrus is heel mooi, want je wordt ook niet op één dag geroepen. Hè. Dat zie je bij Petrus, hij wordt geroepen, hè, is aan het vissen. En dan ja, doet hij zijn best, maar hij zal nog met vallen en opstaan. Hij zal nog proberen Jezus van gedachten te doen veranderen als Jezus zegt, wij moeten naar Jeruzalem en het zal daar niet goed aflopen. Dan probeert hij, joh. Maar eigenlijk wordt hij maar pas helemaal op het einde geroepen. Als Jezus hem vraagt, wijd mijn schapen, zegt hij, dus daar krijgt hij de taak, maar eerst zegt hij, bemint je mij. Dat is deze vraag, hè, die het vraag is van de liefde, dat is niet allereerst de vraag, dat is zoals, als ik nu zo'n, een misschien wat een misplaatst voorbeeld, maar voor iemand die, als je met je vrouw, of je gaat trouwen, of je wilt je leven met haar opbouwen, gaat je niet allereerst naar de taak kijken, maar zie mij graag. Dat is de fundamentele vraag. En dat is een persoonlijk appel waar je helemaal aan heeft. Dus hier is bij Petrus dat heel goed, heel mooi op het einde in het Johannes-evangelie. Dat is de uiteindelijke roeping. Simon, bemin je mij. En nadien zegt hij, wijd mijn schapen. Maar het is een... En dat betekent dat roeping voor elke christen geldt. Niet alleen voor degene die voor een taak geroepen wordt. Want we hebben eigenlijk allemaal een taak. Maar het is allereerst wil je mijn leerling worden. En zie je mij graag. En dat wil zeggen, wil je een van mijn lotgenoten, mijn... En dat vraagt hij aan Matthäus bijvoorbeeld, een tollenaar.